Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1118 met een uitzending voor vandaag, 27 oktober 2017. Dit is het bulletin van vrijdag. Ja, ik ben de laatste paar dagen een beetje aan het klungelen met de nummers van de uitzendingen, maar na een tweede correctie is dit dus echt nummer 1118, 1118. Ik ga vandaag een verhaal over micronaties doen, omdat ik toch wat te krap in de tijd zit om het verhaal over Enigma af te maken. Dat is zo ingewikkeld dat ik twijfel of ik misschien niet beter wat anders kan kiezen. Ik bedoel, er is deels veel over te vertellen, maar dat gaat er vrij diep op in. En ik weet niet of ik dat wel moet doen. Maar goed, micronaties. Dat is een serie verhalen waar ik mee bezig ben over landjes die eigenlijk geen landjes zijn, in de zin dat ze internationaal erkend worden. Maar ze zijn in de meeste gevallen wel degelijk een onafhankelijk land met een eigen soevereiniteit. Dat soevereiniteit, dat moet ik even uitleggen. Als je een stuk grond hebt, dan kun je dat verkopen. De grond blijft echter wel tot de soevereiniteit van het land behoren waar het zich bevindt. Dat land het kan bijvoorbeeld de grond onteigenen als ze zeg maar, voor het grote belang een vliegveld op die plek willen aanleggen of ze willen dat uitbreiden. Dat kan bij een micronatie niet. Als dat wel zou gebeuren is er sprake van een internationaal incident. En al is dat met een onbetekenend microlandje, dat is voor grotere landen altijd ongemakkelijk. Voor de zekerheid kun je dus maar beter aan andere landen in de buurt laten weten dat je actie alleen tegen dat microlandje gericht is. En dat het land niet in navolging van vooroorlogsgebruik zeg maar, een vierde rijk aan het opbouwen is. Veel landen, met name Anglo-Saxische landen, laten micronaties dan ook met rust. Bekende voorbeelden van langbestaande micronaties zijn bijvoorbeeld Sealand nabij Engeland en Hutt River Province op het Australische continent. Sealand is zelfstandig, terwijl Hutt River, net als bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, zelfstandig zijn, maar wel de Engelse vorstin als staatshoofd erkennen. Een micronatie is iets anders dan een microstaat. Microstaten zijn bijvoorbeeld San Marino en het Vaticaan. Dat zijn beide internationale entiteiten die door de grote landen worden erkend en die ook bij de Verenigde Naties mogen meedoen. Wat heeft dit alles met onderzeebootcommunicatie te maken? Nou, dat komt nog. Het is misschien niet zoveel, maar het heeft er zeker mee van doen. Toen in 1833 koning Charles Albert van Sardinië het piepkleine eilandje Tavolara, dat aan de noordwesthoek van, nee, de noordoosthoek van Sardinië ligt, met een staatsbezoek vereerde, toen erkende hij daardoor, dat wil zeggen door het als een staatsbezoek aan te merken, Giuseppe Bertoleone als soeverein monarch, dat wil zeggen koning van het eilandje. Ik zeg het wat ingewikkeld, maar door bij Giuseppe Bertoleone als koning op bezoek te gaan en het een staatsbezoek te noemen, werd Bertoleone daardoor ook koning, zei het van dat ene kleine eilandje. Ja, Tavolara werd daarmee erkend als het kleinste koninkrijk dat ooit heeft bestaan. Het eiland is 5 kilometer lang en 1 kilometer breed, met een hoogste punt op 565 meter boven zeeniveau. Nadat de Tavolaraanse koning Giuseppe stierf, erfde zijn zoon de titel en zo werd koning Paolo de eerste de koning van het eilandje. Nadat Paolo in 1886 overleed, werd het eiland een republiek. In 1895 werd de monarchie echter weer in ere hersteld. Alle vorsten van het eiland daarna waren ook afkomstig uit de Bertoleone-familie. De huidige koning Carlo II van Tavolara is tevens Italiaanse staatsburger en hij runt Tonino, het enige restaurant op het eiland dat alleen tijdens de zomerperiode open is. De politieke en internationale belangen van Tavolara worden behartigd door prins Ernesto Geremia di Tavolara uit La Spezia. Het eiland is volgens het huidige Italië officieel onderdeel van dat land, maar is nooit officieel door Italië geannexeerd. Daarnaast zijn er documenten uit 1767 waaruit blijkt dat het microstaatje ook nooit onderdeel is geweest, of de micronatie moet ik zeggen, nooit onderdeel is geweest van... Of was het nou een microstaatje? Nou, in elk geval nooit onderdeel is geweest van het Koninkrijk Sardinië, waardoor het ook nu nog steeds onafhankelijk zou zijn. Het Verenigd Koninkrijk heeft als enige land de erkenning voor Tavolara als onafhankelijk land nooit ingetrokken. Niettemin maakt het eiland de facto wel deel uit van de Republiek Italië. Zo kon het eiland in 1962 voor de helft tot militair gebied worden verklaard, waarna het grootste deel van de bevolking, inclusief alle schaapskuddes waar het eiland onbekend was, naar Sardinië moesten verhuizen. Een oude Sardijnse legende luidde ooit dat de schapen van Tavolara geboren zouden worden met gouden tanden. Maar daar is nooit door iemand iets van aangetroffen, ook door de militairen niet. In het alleen voor militairen toegankelijke noordoostelijke deel van het eiland is een NAVO-basis gevestigd met een radiogoniometriestation ten behoeve van plaatsbepaling van bepaalde zenders. Verder bevindt zich op het eiland het zendstation India Charlie Victor, waarmee op ultralange golffrequenties 20,27 kHz en 20,67 kHz boodschappen naar onderzeeërs onder water worden gestuurd. De antenne hiervan is net als de antennes van het radiogoniometriestation al vanaf grote afstand over zee zichtbaar.
De signalen van ICV kunnen met behulp van FFT-software en een ferrietantenne eenvoudig via de geluidskaart van een PC hoorbaar worden gemaakt. De uitzendingen kunnen overigens niet worden gedecodeerd. Op Tafolara wonen tegenwoordig nog slechts enkele families. Het eiland en de omliggende wateren zijn sinds 1997 onderdeel van een beschermd natuurgebied, waardoor toerisme beperkt is. De kalkstenen kliffen van het eiland zijn populair bij duikers en op het eiland vindt jaarlijks een filmfestival plaats. Ik heb trouwens nog een dienstmededeling. Ik heb besloten om met ingang van het komend weekend geheel met de SSTV en data-uitzendingen te stoppen. De voornaamste reden is, net als bij de SSTV-beelden de rest van de week, dat het vrij veel tijd kost. Dat is de laatste tijd nog wat gecompliceerder geworden, wat te maken heeft met hoe ik mijn computer voor de uitzendingen gebruik. Het heeft tevens dat gevolg dat ik me wat meer kan concentreren op de teksten die ik natuurlijk wel gewoon blijf uitzenden. Ik ben in april of in mei van 2015 begonnen met het uitzenden van data in de Daily Minutes. Dat was omdat de Mighty KBC, de Voice of America en WRMI daar ook mee experimenteerden. Het was volgens mij eigenlijk bedoeld als experiment, maar het sloeg zodanig aan dat ik het vervolgens ben blijven doen. Daarop ben ik in het najaar van 2015 als onderdeel van die data-uitzendingen ook af en toe korte SSTV-plaatjes gaan uitzenden in zwart-wit van 8 en 12 seconden lang. Begin 2016 kwam vervolgens de ontdekking dat je de wat grotere kleurenplaatjes ook op je smartphone kon opvangen en dat had tot gevolg dat het ontvangen van de plaatjes helemaal populair werd en dat ook dat het met name bij beginnende amateurs heel goed viel. Je kunt als je met SSTV wat wilt experimenteren een van de uitzendingen uit die periode nemen, die staat gewoon op de website. Van voorjaar tot 2016 tot aan afgelopen zomer zat in vrijwel iedere Daily Minutes uitzending een SSTV-plaatje. Daarnaast is SSTV een heel populaire mode ook op de banden, waarvan je veel signalen op de korte golf en ook op 2 meter tegen kunt komen. 14230 is bijvoorbeeld een populaire frequentie. Als je zelf wat met SSTV wilt doen, dan kan dat in zijn eenvoudigste vorm al met een portofoon, door simpelweg de smartphone voor de microfoon en de speaker te houden van de portofoon. Op 2 meter is de SSTV-frequentie bijvoorbeeld 144.500 MHz en op 70 cm is dat 433.400. Voor zover ik weet is het op bijvoorbeeld 27 MC ook gewoon toegestaan en voor demonstratiedoeleinden werkt het natuurlijk ook via een telefoon. Of ook gewoon via het audio van de ene smartphone naar de andere smartphone in dezelfde ruimte. Vanavond is weer de lange uitzending op PI3 UTR vanaf 22:30, ik moest even denken, 22:30 dus. De lange uitzending van de Daily Minutes op PI3 UTR. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.